Jongeren in de buurten Sophia's Lust en Ramgulam kiezen ervoor om de straat tot hun domein te maken, zodat ze geld kunnen verdienen. Zo staat in het onderzoek van Gracita Groeneveld naar het hangjongerenvraagstuk in de buurten Sophia's Lust en Ramgulam. Groeneveld, die vandaag haar thesis Pleasure and Danger, Just Chillin, verdedigde, meent dat de straat het terrein is voor jongeren om gewoon lekker te chillen. Het onderzoek toont aan dat met het verdienen van geld de hangjongeren thuis en op straat respect krijgen. De conclusie is dat de hangjongeren komen meestal uit matrifocale huishouden, heb ik al eerder gezegd, waar dus moeders en andere vrouwelijke huisgenoten er alleen voor staan en met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Vooral door het laatstgenoemde punt, heb ik dus eerder ook al aangegeven, hebben ze dus een sterk verlangen om op straat te gaan. Veelal ook omdat ze die afwezige vader zijn rol, zijn plaats willen innemen. Vijfde is dat die vriendengroep, die peergroep, die bepaalt in belangrijke mate dus een manbeeld. En ze drukken dus ook oefenen druk uit door beloningen en sancties, alleen zodat ze zich kunnen conformeren. En het accent ligt op seksuele symbolen van mannelijke status en deze zijn vooral gericht op macho imago. En dat zijn dus geld, vrouwen en seks. En de laatste conclusie, het genderperspectief over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit, het wordt gereproduceerd bij de opvoeding thuis en bij de socialisatie op straat. Groeneveld heeft als aanbeveling meegegeven om verder onderzoek te doen naar de straathoekcultuur als een onderdeel van de jongerencultuur en de mannenwereld. Er moet verder onderzoek komen naar aspecten over mannelijkheid, gender en seksualiteit die kunnen bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke problemen die zich onder andere voordoen in de zogenoemde high-risk wijken. Het andere dat ik dus ook nog voorstel. En deze voorstellen komen niet alleen van mij, ook uit de gesprekken. Ze hebben dus aangegeven dat iedere high-risk wijk zou een ontmoetingsplek moeten hebben. Een buurtcentrum of een gemeenschaphuis. En dat er dus ook een team werkt dat affiniteit heeft met de doelgroep en passie heeft voor het werken met in het bijzonder kinderen en jongeren. Het andere dat ik voorstel is dat er, en dat zei ook natuurlijk, dat er dus programma's worden geïnitieerd die gericht zijn op zinvolle vrije tijdsbesteding, talentontwikkeling, vaktrainingen, bewustwording en empowerment sessies, huiswerkbegeleiding en psychosociale begeleiding voor kinderen die komen uit problematische gezinnen. En dat er daarbij ook rekening wordt gehouden dat er ook ouders of verzorgers en anderen binnen het gezin meegenomen worden in het traject. Het andere dat wordt voorgesteld is dat er dus incentives worden gegeven aan de rondhangende jongeren die worden getraind. Het is al eerder aangegeven, de primaire reden dat ze op straat gaan is het maken of verdienen van geld. Dus wanneer Groeneveld zegt ook dat hangjongeren in een traject geplaatst moeten worden die gedragsverandering stimuleert. Daarbij is het volgens haar noodzakelijk dat deze jongeren een persoonlijke coach krijgen, zodat ze niet terugvallen naar het oude. Groeneveld studeerde af met een 7 en behaalde hiermee de titel Master of Science in onderzoekmethoden.